Goedemorgen. Vanochtend hebben we één gast. En ik ben er een beetje trots op dat we die gast hebben, want hij zit 50 jaar in het vak. En het feit dat dat gevierd wordt, en dat wordt ruim gevierd, ook in het komende jaar, dat hij dat bij ons begint, dat vind ik heel plezierig. En bovendien, hij wordt ook binnenkort 65 jaar. Dus een reden om veel te vieren. En die gast is saxofonist Piet Noordijk. Piet, ja, ik ben er echt blij mee dat wij de eer hebben om de start mee te maken van jouw hele jubileumviering eigenlijk, hè? Nou, dat is wel wederzijds. Dat is natuurlijk, wij vinden het een hele eer om in jouw programma te mogen zitten. Ja, nou ja, we kennen elkaar al lang. Nou, je hebt je eigen kwartet meegenomen. Die mensen ga je straks voorstellen. Maar ja, we kunnen niet alle muzici waarmee je hebt gespeeld hier in de studio hebben. Maar hier zit naast je een pianist waar je ook echt geschiedenis mee gemaakt hebt. En dat is Misha Mengelberg. Jawel, dat is... Goedemorgen, Misha. Goedemorgen, Han. Daarnaast zit Jacques Scholz. Daarnaast John Engels. John ook al een paar keer hier in het programma geweest. Altijd op diezelfde stoel, geloof ik, volgens mij. Ja, volgens mij wel. Ja, één keer daarnaast op de tafel toen we begonnen. Eén vraagje aan Misha. Het feit dat Piet zo lang al in het vak zit en ook zo duidelijk herkenbaar is, vind ik altijd. Wat is voor jou het bijzondere kenmerken van Piet, als je dat in een paar woorden moet omschrijven? Ja, niet zeggen hoor. Jawel, jawel. Piet is een monument, inderdaad. Een levend monument. Een levend monument? Ja, ja. We kunnen hem na afloop van alle vieringen vragen om op zo'n stenen sokkel te gaan staan. Met die saxofoon. Met saxofoon en dan ter plaatse de ijsmachine in werking zet. Dan is het klaar. Nou, dan wou ik nog een jaartje of 30 mee wachten, Misha. Okay. Als jij het goed vindt. Ja, maar dan komt die ijsmachine. Ja, wat je wil. Piet, we gaan uitgebreid praten en we hebben veel op ons programma staan. Dus discipline is vereist in dit uurtje. Maar je gaat beginnen met je kwartet. Wil je even de muzici voorstellen? Jawel. De pianist. Als daar even een camera bij is, wacht eventjes, ja, die zwaait als een gek daar naartoe. Pianist is Rob van Bavel. Ja, de bassist. Harry Emery. En de drummer is Erik Ineke. Dat is mijn vaste kwartet. Daar gaan wij dus 25 concerten mee doen door heel Nederland. Vanaf 6 november is daar de première. Ter gelegenheid van het hele gebeuren en... er is een fantastische instelling in Nederland, die wordt aangevoerd door Paul Gompers. Die heeft dus subsidie van de Raad van Cultuur voor die 25 concerten kunnen regelen. En dat gaan we met dit kwartet doen. Daar komt nog een strijkkwartet bij, wordt aangevuld. Onder leiding van Erne Ola, de concertmeester van het Metropoolorkest. En hoogstwaarschijnlijk komt Benny Bailey daar ook nog bij. Jongen. Het wordt een heel theater gebeuren en... allemaal stukken van Charlie Parker. Dus dat wordt echt. Wachten tot november. Daar kijken we tegenaan. Maar eerst het kwartet van Piet Noordijk. Piet, ga naar je kwartet met je alt. En een stuk waar hij mee gaat beginnen. Dat is een stuk van Duke Ellington. Hier is het kwartet van Piet Noordijk als begin van deze uitzending. Thank you.
My Solitude, een compositie van Duke Ellington, hier door het Piet Noordijk Quartet. Piet, wat een mooi begin van het programma. En wat een mooi stuk is dat eigenlijk ook. Ja. Piet, ik begin maar meteen bij het begin. Iets waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Kom jij uit een muzikaal nest? Jawel, dat kun je wel stellen. Ik had twee broers. Broer Kees en broer Tony, die beide al in de muziek zaten, toen ik geboren werd. Dus ik heb vanaf de geboorte de muziek altijd met de paplepel. Zoals en was het met vader? Vader was ook wel muzikaal, maar heeft daar nooit wat aan gedaan. En dat is eigenlijk nooit eruit gekomen of hij echt muzikaal was, want hij bemoeide zich er niet mee. Maar die twee broers, dat waren natuurlijk, dat was doorslaggevend voor mij althans, om die muziek uiteindelijk in te gaan. Dus je bent, toen je al heel klein was, als een soort klein jochie op de lagere school, hoorde jij al muziek om je heen? Broer Kees speelde dus tenor en die luisterde alleen maar naar Coleman Hawkins. Die speelde tenor, zag ik ja. Wel. Dus ik was 1 jaar, hoorde ik Coleman Hawkins. Die hoor ik af en toe nog. En broer Tony was drummer. En er werd dus alleen maar naar toffe jazzmuziek uit die tijd geluisterd. Tot Charlie Parker om de hoek kwam kijken. En toen werd ik eigenlijk een beetje... Maar laten we even, we moeten nu meteen alles overslaan. Jij hebt toch een opleiding gehad. Ik heb conservatorium gedaan voor klarinet. Heb ik eindelijk... Keurig netjes klassiek. Ik heb, wat heel leuk is, ik heb nog in het Rotterdams Kamerorkest gezeten als solo klarinetist. En ik heb zelfs nog de eer gehad, ons jochie, toch met Jaap Stotijn. Een van de vooraanstaande hoboïsten uit die tijd. Van de bekende Stotijn familie. Met Jaap Stotijn heb ik een... concert gedaan voor klarinet en hobo van Richard Strauss. En dat is altijd nog wel leuk om daarop terug te kijken. En heb jij ooit het allermooiste klarinetconcert, volgens mij, wat er ooit geschreven is, van een zekere Wolfgang Amadeus Mozart gespeeld? Ja, natuurlijk. Ook nog? Ja, dat is zoiets iets prachtigs. Daar kan je niet omheen als klarinetist. Nee. Hij heeft ook nog mooie quintetten geschreven. Nee, dus jij bent echt klassiek bezig geweest. Wanneer ben jij toen overgestapt naar die jazz? Wat ik net zei, toen ik Charlie Parker ging beluisteren, dat deed me zoveel. Toen zei ik tegen mijn broer Kees, want daar kreeg ik de eerste lessen van, op klarinet. Maar toen ik helemaal met die saxofoon hoorde, toen zei ik, ik wil ook saxofoon spelen. Ik wil altijd gaan spelen. Maar daarvoor heb je klarinet gespeeld bij Frans Popti? Ja, maar ik heb nog op een andere manier klarinet gespeeld. Want ik was 15 jaar. Ja, dat klinkt heel vreemd. Ik was 15 jaar en mijn broer Kees speelde in een kroeg op accordeon. Want dat was een fantastisch accordeonist ook. En om de broden stond hij daar in dat café te spelen. En in de weekenden mocht ik dan meedoen. En als jochie? Ik 7,5 gulden voor met mijn 15 jaar. En er speelde het klarinetconcert van Artie Shaw. Kun je nagaan, een klarinet en een accordeon. En dan zo'n concert spelen. Wat en dat zeg. En dat was hartstikke leuk, ja. Daar kwamen mensen op af. Ja. Maar wanneer was de tijd van de Storkdown Dixie Kids? Was dat veel later? Dat is veel en veel later. Dat is, Want wanneer ben je nou eigenlijk in dat circuit terechtgekomen? 70er jaren. Dus voor die tijd heb je, wat heb je toen gedaan? Van alles. Ik heb een quintet gehad samen met broer Kees, waar we in de nachtclub speelden. Ik heb natuurlijk militaire dienst gehad. Daar heb ik ook veel aan mijn beroep kunnen doen. Samen met John Engels en met Rob Matna en Loek Snoek. Toen konden we toch nog lekker hier en daar blijven spelen. Voor militairen, door militairen. Ja. En uit dienst vandaan ben ik bij Frans Popti terechtgekomen. Met de Zwing Special. Toen begon het echt. En die Christiani Frans Popti hadden we een paar uitzendingen in de week. En toen later, toen heb ik van allerlei dingen gedaan. Losse dingen. En tot ik op een gegeven moment met dat eigen quintet begon in de bekende nachtclubs ging spelen. En dat heb ik een jaar of 5, 6 gedaan, maar dat werd zo zwaar. Dat ging niet meer. En dit, want dit... Moet je eens even luisteren. Dat is dus later, hè? Als ik... Toen speelde je nog een beetje Dixieland-achtig, hè? Jawel.
ik zou je willen laten raden wie hier de drummer is. Daar, je ziet het, hè. Dat is Johnny Engels. Daar? Ja, samen met Rob Lange, okay. De rhythm section. Waar krijg ik hem in beeld? Ja, hier. Je ziet een beetje vinger op. Ja, ja, daarom, daar zit hij. Ja, wel heel bescheiden op de achtergrond. Dit was aan elkaar gearrangeerd, het hele plaatje, door Tony Nolte. Dan later een hele bekende man geworden. Ja, schuif het op. Hier zit Hans Spol, de leider van het orkest. Reetje Kaart, van het Dutch Swingkorps. Pim Hogevors, Karel Vrij. En dan kom je hier. En hier speel ik even, even luisteren. Ja. Zwingt als een trein. Zo'n lekker muziekje. Heerlijk. Ja hoor, het is, was een fantastisch Dixieland orkest wat we toen hadden. Ja, dat is helaas de zielen, maar we hebben daar wel erg veel succes mee gehad. En we hebben er ook ontzettend leuke dingen. En dat wil ik allemaal niet vertellen, maar dat was een hele grappige tijd. Ja. Maar die, op een gegeven moment ben jij toch veel meer op alt overgegaan? Ja, toen ben ik op een gegeven moment, zat ik dus bij alle omroeporkesten die je maar voor kan stellen. Toen ik gestopt ben met dat nachtclubwerk, toen kwam ik in de omroeporkesten en toen heb ik ongeveer alle orkesten die er maar bestonden in die tijd, daar zat ik bij. En dat waren de Ramblers, de Skymasters, Malando, alle orkesten van Tony Nolte, want die hadden een aantal orkesten. Orkesten van Ruud Bos, orkest van Ger van Lee, had ik ook nog een quintet samen mee. Toen kwam ik bij die omroep echt verzameld. Maar ja, door allerlei omstandigheden, met name door het geboren worden van de commerciële radio- en tv-stations. Ja, dat is... Dat is dus de nekslag geweest voor al die orkesten. Want er bestaat er nu nog maar één. En dat is een top orkest waar ik dus ook in terechtgekomen ben. Dat was het Metropoolorkest. Ja, maar laten we even nog teruggaan. Want jij hebt op een gegeven moment was jij zo goed als saxofonist dat je de Rhythm Pole won. Die heb ik een aantal keer gewonnen. En dat was een blad, hè? Rhythm. Ja, dat was een blad, ja. En dan werd je uitverkoren door de lezers, geloof ik, hè? Ja, ja, ja. Maar er gebeurde natuurlijk in die tussentijd, want dat is zo alles om dat zo even zo snel op een rijtje te zetten. Kijk, zo rond de 1960 kwam ik met Micha Mengelberg in aanraking. En toen hebben wij een fantastisch kwartet gehad, wat dus echt ook top was, hoor. Daar hebben we zoveel goede dingen mee meegemaakt en gedaan. We zijn daarmee in Amerika geweest. Dat was een geweldig kwartet. En dat was ook al zo'n beetje rond 62. Ja, nou heb jij in datzelfde jaar, waar we een filmpje van hebben, heb jij toen een belangrijke, want ja, jij werd zo gewaardeerd, ook door het feit dat je natuurlijk in al die orkesten speelde. En dat ik was een heel aardige jongen. En je was een hele aardige jongen, dat ben je nog steeds. Dankjewel. Dat je een brief kreeg op 11 november 1965, namens de Stichting Jazz in Nederland is het mij een groot genoegen u te berichten dat de door ons ingestelde jury van de Wessel Ilkeprijs 1965 ons heeft meegedeeld dat deze prijs aan u werd toegekend. Een vertrouwelijke brief. Dat is in dat jaar, dat is belangrijk voor jou geweest. Jawel, toen kreeg ik de Wessel Ilkeprijs. Ja. En dat was heel, heel erg leuk. Dat is in hetzelfde jaar dat het filmpje wat we nu gaan zien werd opgenomen. Oh, kijk goed, maar eens even. Kijken, ja. Ja, daar komt het. Gelijk erachter.
Ja. Dat waren nog eens tijden. 1965, dat is leuk. Misha Mengelberg achter het klavier. En ja. Ruud Jacobs, geloof ik, hè? Ruud was, dacht ik, de eerste bassist die bij het kwartet van Misha kwam. Ja. En de slagwerker. En Han Benning natuurlijk. Ja hoor, Han die... Daar hebben we ook het een en ander mee. Ja, nou, we hebben natuurlijk een wensdroom was van jou om zoveel mogelijk muzici waarmee je ooit gespeeld hebt hier in de studio te hebben. Maar een uur is te kort. Maar, en dat vind ik heel bijzonder, we hebben Misha in de studio. Misha Mengelberg. Je gaat met hem spelen. Jacques Scholz daarbij, ook zo'n oude makker. En John Engels. Ja, en een compositie van Misha Mengelberg. En het is heel bijzonder dat we deze samenstelling hier in het programma hebben. Een stukje geschiedenis dus, wat weer heden is geworden. Hier is Piet Noordijk met zijn oude Piet Noordijk Misha Mengelberg kwartet. Griekensman Toto Los van Misha Mengelberg. Ja, weer een stukje geschiedenis geschreven hier in de studio. En Piet, die zijn sax aan het opbergen is, die komt weer naar me toe. Piet, wanneer was dat jij bij het kwartet speelde? Ik zei 1965, hè, die tijd. Ja, was die tijd inderdaad, zo rond 2, 3, 4, 5, 66. Maar wat grappig was, ik had buiten dat kwartet had ik nog een ander kwartet.
En dat was een kwartet met Rob Matna. En Rob Matna die kon helaas door omstandigheden hier nu niet zijn. Maar dat is ook uit die tijd. Dat is ook een van de grootmeesters achter de piano. Jawel, grootmeester achter de piano. Dat is, Misha en Rob Matna waren toch wel twee mensen die heel erg veel in mijn jazzcarrière te betekenen hebben gehad. Toch is het misgegaan met Misha op een gegeven moment, hè? Ja, maar het is toch altijd een soort van haat-liefdesverhouding gebleven. Maar had het met die muziek te maken? Ja, Misha ging een andere kant uit en dat deed Misha niet alleen, hoor. Daar was ook nog Han natuurlijk, Han Benning, die daar een dikke vette vinger in de pap had. En we hadden op een gegeven moment twee groepen. De rhythmsectie, of de drum en de piano, dat was Misha zijn kant. En de bas en de alt, dat was mijn kant. En dat strookte op een gegeven moment. Dat is uit elkaar gegaan. Ja, er werden allerlei dingen gedaan waar wij eigenlijk niet achter konden staan. En dat is uit elkaar gegaan en iedereen is zijn weg gegaan. Misha is tot met zijn muziekje bezig geweest tot nu toe. En ja, maar jullie zijn nog bij elkaar gekomen. Maar af en toe komen we nog wel eens bij elkaar. En daarom vind ik het ook zo fijn dat hij er nu hier is. En jullie spelen ook weer heel... Bijzonder veel respect voor Misha en voor Han altijd gehad. En, alleen konden we op een gegeven moment niet met elkaar overweg. Maar muzikaal bedoel ik, hè. Ja. Maar menselijk konden we wel goed met elkaar overweg. Dus er is niks gebeurd. Alleen, we zijn even gestopt. En we hebben het nu weer eens een keertje opgepakt, een jaar of 5 geleden. En ik ben blij dat hij er nu weer is en dat ik toch weer even met hem kan spelen. Hey, en dat hij zover is dat hij weer aan het opknappen is, want hij is een beetje ziek geweest. Hè? Ja, dat is ook zo fantastisch, dat hij dan hier weer zit. Dat hij dan hier... Ook daar voor zijn mijn plezier daar hier ook zit. Ook weer trots op, Misha. Heel fijn, Misha. Fantastisch. Ja, de big bands. Ik heb ze al genoemd. Te veel om op te noemen. Je zei al, ik heb overal gespeeld. Bij de Ramblers, bij dit orkest natuurlijk, wat heel belangrijk was. De Skymasters. Ja, dat zijn de oude nog, hè? Ja, dat zijn de oude. Met onder leiding van Sander Sprong was dat. Daar heb je ook langer mee gespeeld, daar hè? Daar heb ik ook een jaar of 12 bij gezeten, ja. Later onder leiding van Tony Nolte, want Sander die was ook... een van de mensen die ons veel te vlug is ontvallen. Maar ja, dat krijg je als je zo'n programma maakt. Dan denk je, jeetje, er leveren al zoveel niet meer. Ja, en hoe ouder je wordt, hoe meer of je dat mee gaat maken, dat is heel vervelend. Ja. Dat vind ik de vervelendste kant van het wat ouder worden. Dat je zoveel goede en lieve mensen om je heen verliest. Dat is vreselijk, ja. Zowel in de familie als onder je kennissenkring, als onder collega's, vrienden. Dat gaat maar door. En dat is echt... Dat vind ik een probleem. Ja, dat is moeilijk, hè? Vind ik een groot probleem. Ja, ja. Maar dat doe je niet zo, want je bent zelf al aan de beurs straks. Ja. Alhoewel, ik heb me iets voorgenomen. Oké. Een band waarbij je hebt gezeten, een belangrijk orkest en ook een belangrijk muzikus, was Boy Edgar. Boy, ja, tuurlijk. Ook weer zo één. Die we niet meer hebben. Nee, en vandaar dat het goed is dat we zo nu en dan zo'n programma hebben, om dat weer allemaal op te halen. Ja, hoor, fijn. Jij speelt hier met die band. Het zijn prachtig mooie opnames. Ik zou zeggen, laten we er eerst eens even naar kijken. Thank you.
daar zagen we zitten. Daar zagen we Toon van Vliet. Zagen we zitten. En mijn broer Kees zat daar ook bij. Dat vind ik zo leuk. Mijn broer Kees heeft er zo'n anderhalf jaar toch nog bij gezeten. We zijn er ook nog mee in Zuid-Frankrijk geweest, naar Antibes. En wat hier dus een beetje vreemd van is, deze opname. Al die muzikanten die daar zaten, daar wist niet één muzikant van dat dat opgenomen werd. Dus we hebben daar ook nooit een cent voor gekregen. Dat is stiekem iemand. Dat is stiekem iemand die dat. Ik weet nog niet wie dat gedaan heeft. In ieder geval. Ik ben nu blij dat het er is, want het is natuurlijk een prachtig document. Maar hoe dat in zijn werk gegaan is, dat weet niemand. Piet, ik ga toch nog even terug wat jij net zei. Van, we hadden het over zoveel mensen om ons heen die. Die er niet meer zijn. Ja. Dat heeft met ouder worden te maken. Maar zei, ik ben nog veel van plan. Wat ben je van plan dan? Nou, ik heb die beurt ook gekregen in 87. En de beurtprijs, de beurt van het Noordpoort Jazz Festival. En die kreeg ik voor Nederland. Maar er is ook nog een afdeling voor Amerika. En de fantastische en de hele bekende Benny Carter. Die kreeg hem voor Amerika. Dat is ook een alsaxofonist. Ja. En die was toen 80 jaar. En die is nu? Dat houdt nu in dat hij nu 90 is. En hij speelt nog steeds. En hij staat nog steeds te spelen. En dat vind ik nou een prima voorbeeld voor mij. Dus jij wil. Dat heb ik me voorgenomen. Ja, dat probeer ik. Jij wilt Benny Carter achterna. Ik doe er alles aan. Ja. Maar muziek is ook alles voor jou, hè? Ja, heel veel. Heel veel. Ja, heel, heel, heel erg veel. Ja. Ja. Er is een orkest waar jij een tijd aan verbonden bent geweest. En dat is een echt officieel omroeporkest. Het is uniek in de wereld. Dat is het Metropoolorkest. Hoe lang heb je daar gezeten, Piet? Metropoolorkest heb ik 14 jaar bij gezeten. Als eerste alt, als aanvoerder? Als eerste alt, ja. Ik heb daar een fantastische tijd gehad. En ik heb dat met heel veel plezier gedaan. En gelukkig dat het orkest er was. Anders dan hadden er veel muzikanten die in al die orkesten zaten, die hadden dus echt heel slecht weggekomen. Maar er waren steeds wat plaatsen, dus die zijn toch weer bezet in Metropoolorkesten. Daar was ik er één van. Dus ik was dolblij dat Dolf van der Linde, onze grote Dolf, mij vroeg. En dat heb ik met allebei. Je bent met Dolf begonnen? Ja hoor, ik heb Dolf meegemaakt als dirigent. Ja, ik denk er met heel veel weemoed en plezier aan terug. Maar als muzikant in zo'n orkest, dan moet je veelzijdig zijn, hè? Dan moet je inderdaad veelzijdig zijn. Toen kwam die klarinet natuurlijk heel goed van pas. Want dat is, je speelt daar ook wel eens een stuk opera. Je moet ook wel eens een stukje klassiek doen. Operetten speel je? Operetten, hele moeilijke muziek kan dat altijd. Ja, van Strauss, er zitten hele moeilijke dingen zitten daarbij. En je moet, die moet je toch wel spelen natuurlijk. Ja. Het hebben we altijd gedaan en graag. Vond het leuk. Een andere figuur, een andere dirigent die daar belangrijk was, is Rogier van Otterlo. Dat was Rogier, ja. Dat is een hele grote vriend van ons geweest. En daar heb je er weer een, hè? Ja, het leeft ook al die niet meer. Die we kwijt zijn, ja. Dus, jij hebt op een gegeven moment, want jij componeert ook, hè? Nou, wel eens. Ik heb een computer en daar heb op dat ding heb ik dus met een bepaald muziekprogramma heb ik dat een beetje aangeleerd. En dat heeft geresulteerd dat ik een stuk voor Rogier geschreven heb. En dat komt namelijk. Rogier heeft voor mij eens een keer een stuk geschreven. Dat heet Piet's Alto. Dit staat trouwens alle twee op een cd hoor. Dat stuk heet Piet's Alto en daar heb ik me altijd. Toen was Rogier er niet meer en. Ja, ik heb zo'n fantastische tijd met Rogier en ook met zijn hele familie meegemaakt. Want we gingen wel eens met elkaar, twee of drie keer hebben we dat gedaan, naar zijn huis in Zuid-Frankrijk met de hele familie van hem. En dan waren mijn vriend Bas en ik waren daarbij. En daar hebben we zulke fantastische tijden meegemaakt. En er komt nog bij dat zijn jongste zoon, die geef ik les. Want ik geef les in Utrecht op het conservatorium. Ja, jongste zoon een van de betere conservatoria van Nederland. Ja. Dat wil ik wel even zeggen. Op dat daar heeft dus Thijs van Otterlo, dat is een leerling van me. En dat heb ik Rogier beloofd. En toen hoorde ik dat hij dat stuk voor mij geschreven had. Toen was Rogier niet meer, toen heb ik gedacht bij me. Ik kreeg een ingeving, ik ga voor Rogier een stuk schrijven. Luister naar een paar maten daarvan. Dat heb ik gedaan. Ja. Daar komt het.
Ja, Piet. Ja. Mooi stuk. Ja. Een heel mooi stuk. Nu was een van jouw wensen, Piet, om dat hele orkest hier in de studio te hebben. Ja. En ja, we kunnen veel, maar het was een beetje proppen geworden. Nou kan het wel hiernaast, maar dan hadden we er weer uitgemoet, een hoop gedoe. Maar je hebt voor de radio, voor VPRO Radio, heb je ook een aantal opnames gemaakt. Net, ja, een paar dagen geleden. En daar zijn we met de camera's naartoe getogen. Dat heeft onze regisseur gedaan. En we zien jou hier in actie. Het is ook wel eens leuk om het niet zo formeel te zien bij het orkest. In een stuk wat jij natuurlijk ook uitgekozen hebt. Wat was dat? I'm in the Mood for Love heb ik gekozen. En ik vond het zo fijn om... Ik had echt weer het gevoel, een paar dagen, dat heeft een paar dagen geduurd, om een paar dagen weer thuis te zijn. Dat heeft me erg veel plezier gedaan. En het orkest ook, geloof ik. Het orkest was ook, ja, iedereen was er blij mee eigenlijk. Nou, daar komt het filmpje. Thank you.
Ja, Piet en de dirigent. Jerry van Rooyen. Jerry van Rooyen. Is een oude makker, hè? Ja. Die hier ook ja, al uitgebreid is, geportretteerd. Die blijft nog lekker doorgaan ook, hè? Heel goed. Ja. Dit wordt trouwens, dit komt op een cd. Dat vind, dat is, zo? Ja, daar hoor je van op. Daar hoor ik van ja. op, ja. Ja, ja hoor, dat gaat kijk, gebeuren. En hier komt iets binnen. Nee. Ja, dat is namens al jouw vrienden van het Metropoolorkest. Ah, kijk eens aan. Is dat lief, oh, wacht, het valt bijna uit elkaar. Pak het even mee. Fantastische mensen. Nogmaals. Jullie hebben me twee heerlijke dagen bezorgd. En ik hoop jullie weer heel snel te zien. Bedankt nou, voor alles. Laten we maar eventjes, dan moeten we dan in de vaas terug. Mooie bos, hè? Prachtig. Jongen, oh, we kunnen het ook laten liggen natuurlijk. Dat zo, is een mooi decorstukje. Keurig. Ja, laat maar liggen. Heel goed. Ja, nou, we moeten verder. Ja, je moet... anders zien we jou niet meer. Heel goed zo. Prachtig. Zeg, Piet, de Beurtprijs. Dat is natuurlijk ook een belangrijk moment in jouw leven geweest. De Beurtprijs die uitgereikt werd op het North Sea Jazz Festival, hè? Ja, dat is 1987 geweest. Dat was nog toen Paul Arquette natuurlijk de scepter zwaaide. En nou ja, daar is iedereen natuurlijk blij mee als je zo'n prijs krijgt. Dat is heel wat. Er zit geen geldbedrag of iets aan vast, hoor. Het is gewoon de eer dat je die beurt krijgt. Maar wat ik een beetje jammer vind, ik vind... waarom krijg je nou zo'n beurt, denk jij? Nou, eens even kijken. Nou stel je mij een goede vraag. Ja. En ik moet even nadenken. Maar het is een grote jury van allemaal critici, jazzcritici en jazzmensen die... Een nominatie maken en uit die nominatie komen dus op een gegeven moment weer door een andere jury komen die prijswinnaars naar boven drijven. Ja. En jij waarom dus krijg je hem? Omdat je zo'n fantastisch muzikant bent, dacht ik. Ja, ja. Nou, we hebben het nou omgedraaid. Maar goed, ja, dat vind ik wel leuk. Want ik wil je in een bepaalde hoek hebben. Oké, ja. Je krijgt hem dus omdat je een fantastische jazzmuzikant beoogt te zijn. Nou, als je dat bent, dan is het toch eigenlijk het minste wat er tegenover kan staan, dat je ieder jaar op dat North Sea Festival speelt, dacht ik. Ja. Al zou het alleen maar leuk zijn om al die beurtwinners, want we hebben er hier bijvoorbeeld, hier zitten er al drie. Misha heeft er een gehad, John Engels heeft er een gehad. Dat zou toch eigenlijk normaal zijn als we met al die fantastische jazzmuzikanten een concert zouden doen. Ieder jaar terugkomen. Want er komt er ieder jaar komt er weer één bij. Wordt op een gegeven moment een big band. Maakt de beurtprijswinners lijkt het. Ja, dat lijkt me nou dat echt zou moeten. En dat is echt niet het geval. Want ik speel bijvoorbeeld dit jaar met mijn kwartet nog ik zelf. Ik speel niet op het North Sea Festival. Ik wil wedden dat er nu Johnny mensen... Johnny Engels speelt ook niet ook op niet. Het... Misha Mengelberg speelt ook Misha niet ook op het North Sea. Dus dan ga ik me afvragen, wat heeft dan zo'n beurtprijs eigenlijk voor zin? Ja, en dat is een hele goede vraag. Klinkt misschien een beetje, het is echt niet gemeen bedoeld, of wat ook hoor. Maar misschien dat de organisatie daar niet direct aan denkt om het zo te doen. Misschien een kleine tip. De grote man van de organisatie is nu Paul Dankmeijer. Nou, als hij nou gekeken heeft... heel goed weet waar het over gaat. Als hij gekeken heeft, Piet, pikt hij ik hoop, nu Paul, op. Dat je eraan denkt en dat je ons toch met de beurtwinners in ieder geval, de Nederlandse beurtwinners, op het festival laat spelen. Bedankt alvast. Piet. We hebben beelden van een belangrijk moment, want daar speelde je met Ray Brown, hè? Ja, dat is een hoogtepunt uit mijn carrière geweest. Ik heb met veel Amerikanen gewerkt. Ik heb hier bijvoorbeeld een foto, ik speel hier met Clark Terry. Clark Terry, we zullen hem even boven de bloemen uithouden, wacht even. Clark Terry, daar is hij. Daar hebben we dus heb ik mee gespeeld. Ik heb met Ted Kersen gespeeld, met Ted Kersen, noem maar op. Nou, ze zijn allemaal wel een beetje voorbij gegaan en ik heb daar ontzettend prettige herinneringen. En het is fantastisch om met dat soort mensen te spelen. Maar vorig jaar heb ik dus samen met John Engels hebben we dus en met Kees Slinger hebben we dus de fantastische eer gehad om met Ray Brown te mogen Kees spelen. Is weer een andere pianist, hè? Kees is een andere pianist waar ik ook ontzettend veel waardering voor heb en waar ik ook heel graag mee speel. Maar ja, je hebt er altijd maar één nodige pianist als je een kwartet hebt, hè? Dus je kan natuurlijk met een kwartet pianisten spelen, dan is het raar. Met die, maar dat zijn in ieder geval mensen die heel hoog in mijn vaandel zitten. Prima. Maar we hebben dus met Ray Brown gespeeld en dan waren we... Nou, dat was echt een openbaring om met zo'n man te mogen spelen. En daar hebben we beelden van. Ja, gaan dat kijken. Fantastisch. Thank you.
Nou, die meent je toch? Ja, want zo'n man is natuurlijk ongelooflijk om mee te spelen. Hè? Wat is het bijzondere dan als een Ray Brown weer? Ja, de klank van zo'n bas. Ik heb geen idee hoe hij dat voor elkaar krijgt, maar hij pakte die bas uit. Hij sloeg een toon aan. En het was net of het halve plafond naar beneden kwam. En of het nou aan die bas ligt, ik heb daar geen verstand van. Nee. Jaak Scholz hebben we in ons midden, die weet dat veel beter dan ik. Maar dat was zo'n openbaring. En daar krijg je natuurlijk, daar komt ook de traditie die man achter zich heeft. Want die heeft ook wel met alles wat er maar bestaat iedereen gespeeld. Ja. Van Parker tot dan noem maar op. Dus ja, dat geeft een enorme kick. En dat was echt heel fantastisch om dat te mogen doen. Maar toch, Piet, jij hebt ook een ontzettend eigen klank op die saxofoon. Heb je dat gecultiveerd? Besef je dat je dat hebt? Nee. Want als je met je leerlingen je hebt natuurlijk allemaal leerlingen. Ja. Als je nu, het is heel moeilijk. Wat ik zo goed van de muzikus vind, en dat is ook bij jou, is dat je zo herkenbaar bent. Het gekke is, als je jou hoort spelen, dan hoor je toch Piet Noordijk, hoewel je jouw achtergrond natuurlijk, jouw liefdes voor de andere saxofonisten, want welke zijn dat? De grote ter aarde. De grote ter aarde, dat is in de eerste plaats natuurlijk Parker. Toch? Daar kan ook niks tegen aan. Dat moet ook niemand proberen. Want dat bestaat niet. Daar is er maar één van. En die is over 100 jaar waarschijnlijk, nou kun je dat niet zeggen. Maar zoals het er nu uitziet, er is er nog steeds geen één en er komt er ook geen één. Nee. Dus dat is altijd wel een fantastisch voorbeeld geweest. En dat raad ik mijn leerlingen ook aan. Om daar veel naar te luisteren. Want die man die kan je niet na gaan spelen. Maar je kan wel zoveel inspiratie ervan krijgen dat je er in die trant gaat spelen. En dat vind ik heel belangrijk, want ik vind dat namelijk, ik mag wel zeggen, de enige echte manier om jazzmuziek te spelen. Zoals hij dat doet? Zoals hij dat doet. Ja. Ja, dat vind ik, dat is niet te achterhalen door niemand. Wat hij daar in die tijd, maar hier zijn we samen met Miles en Dizzy, die periode, later is daar Coltrane natuurlijk daar overheen gekomen, wat ook iets fantastisch was, maar die jongens, die aanstichters van dat hele gebeuren, die bebopperiode, nou dat vind ik de mooiste jazz die er ooit bestaan heeft. Dus maar, daar staat tegenover dat ik speel zelf ontzettend graag ballads. Maar dat deed Parker toch maar ook? Dat deed Parker ook zo fantastisch mooi. Ik vind dat, ja, we kunnen wel stellen dat was de gouden tijd voor de jazz. Dat vind jij toch de belangrijkste? Ja, waar vind jij ik, hoor. Al je inspiratie ja, hoor, daar komt en andere saxofonisten, noem maar nog eens. Een man als Phil Woods is natuurlijk ook een god op die alt. En dat is, maar die heeft ook alle inspiratie van Parker vandaan gehaald. En er is geen ene alt die dat niet heeft. Nee. Want dan krijg je een heel andere wereld. Dan krijg je dus de wereld van een Lee Konitz. Die zich daar echt los van gemaakt heeft. Daar ben ik zo benieuwd naar. Lee Konitz is natuurlijk een groot saxofonist. Ja. Is dat jouw wereld een beetje? Nee, of niet? Dan had ik eigenlijk. Waarom niet? Dan had ik, en dat klinkt misschien heel gek, hè. Dan had ik eigenlijk meer waardering voor Paul Desmond. En dat klinkt heel gek in je oren. Ja, want ik zou zeggen, Konitz. Ja, Paul Desmond, die voor de kijkers, altijd bij Dave Brubeck ja. Vast aan zijn kwartet. Ja. Nou, maar wat was dan het? Wat vond jij dan mooi aan Desmond? Omdat ik vind het mooi hoor, dat gaat niet om. Omdat je aan Lee Konitz kan horen dat hij zich bewust probeert los te maken van Charlie Parker. En dat vind ik geen goede opzet. Nee. Nee, dat vind ik geen goede opzet. Dan ga je dus iemand onderkennen die een soort, een godsgenie ga je onderkennen. Dat kan je niet maken. Dan moet je trompet gaan spelen of zo. Maar ja. Geen alt. Als je alt speelt, moet je, als je, en je houdt niet van Parker, dan kan je nooit een goede alt-saxofonist worden. Dat bestaat niet. Maar, voor jou, ja. Nee, maar ik vind het heel leuk van je te horen. En dat is ook wat je tegen die leerlingen zegt? Jawel. Leerlingen, ben je streng voor je leerlingen? Nee, helemaal niet. Het zijn allemaal vriendjes van me, maar ik probeer ze toch in de richting te krijgen die ik wil. En het lukt. Er waren met de opname die we gedaan hebben met Metropolitan, zat er een aantal te luisteren. Ja. En er zit een leerling van me die zit bij het Metropolitan, Mark Scholten, die zit op de tweede altplaats. Ja, dat is toch leuk als je leerlingen het dat zo ver schoppen. Dat is hartstikke fijn. Ja, ja, hoor. Ja. Daarom zei je, goed conservatorium. Ja, en een goede leraar. Ja. Nou, we hebben nog anderhalve minuut om te praten, Piet. Nee, je hoeft nog niet weg. Maar ja, de toekomst, toch nog eventjes. Je gaat dat grote tournee maken. Wanneer begint nou dat jubileum officieel? Of is het vandaag begonnen? Nee hoor, het jubileum begint op 6 november in de Doelen in Rotterdam. Dat komt natuurlijk door Rotterdam, daar ben ik trots op. Heb je ook met veel Rotterdamse muzici gespeeld? Vroeger niet zo gek veel. Van die Rotterdamse liedjes? Ja, nee, ik heb niet zo gek veel. Nee, wel fijn hoor.
Feyenoord, ja, jeetje, wat heb dat nou, ja, met, wat heb dat nou met... als zegt de Rotterdammer. Ja, nee. Ik woonde er vlakbij bij het, ja, Feyenoord Stadion. Maar dat 6 november gaat dat dus, de première ervan, in de Doelen in Rotterdam. Nou, dat vind ik hartstikke fijn. En daar moet iedereen bij zijn, vind ik. En daar komen heel veel meer, heel veel genodigden. Ik denk dat Han Reiziger daar ook wel bij, nou, zal zijn. Dat lijkt me leuk. Dat vind ik wel zeker. En dan gaan we dus het hele land door. Ja. En ja, het wordt veelbelovend. Er wordt hard aan gewerkt. En er is zoveel publiciteit omheen. En dat wordt gewoon heel Piet, goed. Je kwartet, tot slot. Ik dank je dat je hier was. Ik geef je nu officieel een hand. Ik dank jou dat ik hier mocht zijn. Want het was fantastisch. En ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Je gaat spelen met jouw eigen kwartet. Een heerlijk swingend stuk aan het slot van dit programma. Volgende week zijn we er weer. Met de schrijver Maarten 't Hart. Hier is het Piet Noordijk Kwartet.